En we zijn even in de keuken van Verdeliet aangekomen. En het ruikt hier zo lekker. En u bent? Ja, ik ben Amel Jouma. Ja, ja. En u? Ik ben Ahmed Jouma, zijn man. Man en vrouw. En jullie zijn hier heerlijk aan het koken, hè? Ja. Wat maak je vandaag? Ja, ik maak een eten series. Series eten? Eten, ja. Deze een kubba. Kubba deze. Ja. En deze vlees met borgol. Ja. En in deze valnoten. Met gehakt vlees, ja. Walnoten met gehakt vlees. Ja. Het ziet er een beetje uit als een aardappel, maar dat is het niet, hè? Nee, het is helemaal borgol en vlees en gehakte vlees binnen met walnoten. Ja. Een beetje kruiden ook. Ja. Is dat echt Syrisch eten? Ja, het is echt Syrisch eten, ja. En mevrouw die komt speciaal vandaag om lekker te koken. Ja, 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 ja. Ik maak ook een rijst. Oh. Met oranje. Oranje rijst. Ja. 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 Nou, het ziet er heel mooi uit. Het ruikt heerlijk. Dus met kip ook nog. Nou, jullie verwennen de mensen hier wel, hè? Ja, en salade ook. Ook nog. Ja, ja, de salade is heel, heel gezond. Ja. En dat is ook belangrijk, ja. Oké, nou dank jullie wel. Ga lekker verder en smakelijk eten jullie ook, hè? En dank je wel. Lekker. Doei. Ja. En ik heb even iemand van het werk gehouden. En jij bent? Ik ben Renske Pauwels. En vanaf september samen met Sjoerd van de Ven nieuwe coördinator bij Verdeliet. Aha. En wat houdt het werk van een coördinator in, normaal gesproken? Nou, Sjoerd die weet gelukkig heel veel van de tuin en het teeltplan. En die zorgt dat dat allemaal loopt en rijlt en zeilt. En ook van de winkel en dat er zaden moeten worden aangekocht en dat soort dingen allemaal. En ik zorg iets meer voor het rijlen en zeilen van de activiteiten zoals bijvoorbeeld NL Doet. En voor de nieuwe mensen die zich hier aanmelden. En het stuk reïntegratie wat we sinds november zijn opgestart. Dat mag ik ook begeleiden. Dus mijn achtergrond is iets meer met de mensen en Sjoerd wat meer met de tuin en de praktische dingen allemaal. De tuin is een middel en daar wordt heel veel gewerkt om ons winkeltje goed te kunnen vullen met producten allemaal. Maar er is ook een atelier, er is een klusgroep, wat gebeurt er hier nog meer allemaal? In de keuken, er zijn workshops, rondleidingen. Er komen scholen langs, dus het is educatie. Ja, het is hier. Er gebeurt hier heel veel. Een en al activiteit voor iedereen. Ja, ja, dat is het mooie. Ja. Vandaag is NL Doet. En nou ja, normaal gesproken zijn jullie al open op een zaterdag. Maar nu zijn er wel extra veel activiteiten, hè? Ja, we maken vandaag wel heel erg gebruik van NL Doet, want er komen bijna 38 mensen komen er helpen vandaag. Dus ook allemaal mensen van buitenaf en familie en vrienden. En nu kan er heel veel gebeuren ter voorbereiding van het nieuwe seizoen. En omdat Verdeliet ook veel groter is geworden, zijn bijna nu in ieder geval ruim 100 vrijwilligers die hier gedurende de hele week doorwerken. Dus ons fietsenhok moet groter. We hebben een terras achter. We hebben subsidie gekregen om nog meer mensen te kunnen ontvangen. Dus we hebben een hele mooie tent. We zijn aan het bouwen ook om een overkapping te krijgen. Dat er daar ook workshops kunnen worden gegeven. Dus nu zijn er echt veel mensen. We zijn papier aan het scheppen, aan het recyclen. Doen we ook veel. Met zaadjes erin. En die kunnen dan weer verkocht worden in de winkel. Dus er wordt hier volop gewerkt vandaag. En dat zijn allemaal mensen die normaal gesproken al bij Verdeliet zijn? Of zijn er ook echt mensen die via NL Doet is komen kijken en vandaag mee komen werken? Ja. Ja, dat ook. Ja, dus gelukkig zijn er ook inderdaad bijna 10 mensen die gewoon dachten, ik wil dat is wel mooi, daar ga ik heen. Daar ga ik heen, ja. Ja. Dus, wij zijn precies op het goede moment gekomen, want ik was net in de keuken
daar wordt heerlijk gekookt. Ja. Ik hoorde onze pauzebel hoorde ik net gaan. Dat betekent dat we dadelijk aan tafel mogen. Ja, want dat hoort er ook bij. De verzorging, een lekker bakje koffie en thee en een heerlijke Syrische maaltijd vandaag. Ja, vandaag worden we extra verwend. Dat is wel echt super. De vrijwilliger uit Syrië inderdaad, die komt wel eens hier met zijn vrouw. Die heeft laatst een workshop koekjes bakken gegeven. En toen zei ze, ja, ik wil ook wel een keer echt komen koken. Ik zeg, nou, dan graag bij NL Doet. Ja. Dus nou, die is al de hele week bezig voor ons. Ja heerlijk. Super. Dus doen, delen en beleven bij Wereldtuin Verdeliet tijdens NL Doet. Ja. En daarna... Is iedereen ook welkom? Uiteraard. Ja, wij zijn 6 dagen in de week geopend. En vaak in de middag, soms ook in de ochtend. Vanaf april ook weer de zaterdagochtend erbij. Dan is ons winkeltje open. Altijd koffie of thee. En een plekje om lekker in de tuin te zitten ook. Dus je mag ook gewoon binnenkomen wandelen. Iedereen is welkom. Dankjewel. Maar ik alleen voor haar help. Zeer, maar ik maak mijn reden en ik alleen verder. Ik weet niks over koken. Maar altijd in de smaak. Ik ga voor jullie vertellen alleen. Mijn vrouw vertelt voor mij en vertelt voor jullie. Ja. Ik weet niks. En dit is rijst. Bijzonder rijst. Een soort basmati rijst. Een soort Indiaanse rijst. En dit is gedarkt. En dit is kip. Boot. En salade. Dit is op de Syrië geworden. Thank you.